Goedemiddag, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Het is momenteel bewolkt boven Nederland, maar de komende dagen dan lijkt het erop dat de zon steeds vaker gaat doorbreken. En na het weekend kunnen we misschien zelfs een aantal zonnige dagen verwachten. Vanavond en vannacht lijken de eerste opklaringen ons land al te bereiken en boven Duitsland zien we al wat gaten in het wolkendek vallen. En uiteindelijk zal vanuit het oosten, noordoosten, de bewolking bij ons ook op steeds meer plaatsen beginnen met breken. Als ik alles in beweging zet, dan is het ook goed te zien dat de kou ook vanuit het oosten ons land probeert te veroveren. Het zuiden van het land moet nog eventjes wachten op die kou. Maar uiteindelijk zal met name op de donderdag en zeker in de nacht naar vrijdag de kou ook het zuiden gaan bereiken. Met dan vooral s'nachts op veel plaatsen matige vorst met temperaturen dus beneden de min 5 graden. De bewolking die blijft al veelal in onze buurt liggen. Dat heeft allemaal te maken met de zwakke hoogtestoring. En misschien dat daaruit zaterdag een enkel winters buitje kan gaan vallen. Als we eerst kijken naar vanavond, dan is te zien dat het vanuit het oosten-noordoosten waarschijnlijk op sommige plaatsen al begint met opklaren. De temperatuur dan in de noordelijke helft van het land onder nul, veelal lichte vorst. En in het zuiden van het land is het nog bewolkt. Valt er misschien nog een vlokje motsneeuw en liggen de temperaturen ietsjes boven het vriespunt. De oostenwind die blijft matig en ook vannacht nog steeds doorstaan, waardoor het met name in het noorden van het land toch echt flink koud aanvoelt. In opklaringen kan de temperatuur maar zo dalen tot ongeveer waarde rond min 7. En met een matige oostenwind erbij ligt de gevoelstemperatuur toch een heel stuk beneden de min 10 graden. Op andere plaatsen dat de temperatuur niet heel veel verder dan min 2 tot min 5 graden. Zijn er wat wolken aanwezig, maar ook daar zal het morgen vroeg echt flink koud aanvoelen. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. In de noordelijke helft van het land temperaturen rond of ietsjes boven het vriespunt. En in het zuiden van het land zitten we weer iets verder boven met 2 of 3 graden. De wind blijft ook smiddags matig en oostelijk, waardoor het ook in de middag toch aanvoelt alsof het een paar graden vriest. Wat dat betreft zit je dus het beste uit de, in de wind, of uit de wind en in de zon natuurlijk. Dan kan het toch echt behoorlijk lekker zijn nu de zon toch behoorlijk in kracht begint toe te nemen. Vrijdag verandert er dan op zich nog vrij weinig. Overdag temperaturen rond het vriespunt, nog altijd die aanhoudende oostenwind. Op vrijdag ook regelmatig ruimte voor de zon, maar toch zijn er wel wat wolkenvelden. Zaterdag lijkt het dan grotendeels droog te blijven, maar misschien dat er dan een enkel winters buitje valt door die zwakke storing. De temperaturen dan in het hele land smiddags iets boven 0, 2 of 3 graden. En hetzelfde geldt ook voor zondag, dan wordt het nog een gaatje warmer, maar lijkt het wel droog te blijven. Als we dan gaan kijken naar de langere termijn, dan is te zien dat het de eerste nachten in elk geval gewoon licht of matig blijft vriezen. Met temperaturen overdag rond of ietsjes boven het vriespunt. Maar in en vooral na het weekend dan loopt de temperatuur op. In de nachten blijft het nog vriezen, maar in de loop van volgende week gaan we misschien alweer richting de dubbele cijfers. waardoor het weer ons eerder doet denken aan voorjaar dan aan winter. Mijn naam is Wilfred Janssen van weerplaza.nl.